Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 28 april van Weerplaza. We hebben vandaag te maken met een laagdrukgebiedje dat opvult boven ons land, zorgt voor licht wisselvallig weer, af en toe breekt de zon door, maar er zijn ook wolkenvelden en vooral vanochtend valt in de westen en zuiden een enkele bui. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 13 of 14 graden en vanmiddag kunnen er overal in het land een paar buien voorkomen. Daarbij is een klap onweer niet uitgesloten. De wind houdt het vanmiddag rustig. Vanavond valt er nog een enkele bui, maar later vanavond en vannacht klaart het op en is kans op plaatselijk mist bij een temperatuur van 2 tot 5 graden. Morgen begint de dag lokaal met mist, maar de zon breekt ook van tijd tot tijd door. In de loop van de dag raakt het vanuit het noorden bewolkt. Met 13 tot 16 graden is het minder fris dan afgelopen weekend. Dinsdag en woensdag zijn droge dagen en ook ligt de temperatuur rond de normale waarde van 15 of 16 graden en waait er een matige noordelijke wind. Vanaf donderdag is er weer kans op een bui en gaat de temperatuur weer iets omlaag. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.